Dat doet natuurlijk wel. Ja, maar dat maakt ook allemaal verschil, maar ook in onze business. We kunnen dagelijks kunnen we er even over sparren. Ja. En we werken ook wel met mensen die alleen zijn. En die hebben dat. Dan zijn wij zeg maar de sparringspartner. Maar ja, dat is dan een uur per week of per mail of wat dan ook. En wij spreken elke dag daarover. Ja. Dus je komt altijd direct als het is, kom je alweer uit je hoofd. Ja. Dus het kan niet gaan opkroppen of zo. Oh, en daardoor kunnen we ook altijd die grote stappen blijven zetten. Ja, maar ook toen de eerste week in Bali, die allereerste stap, toen had jij ook wel echt een moeilijk moment. Toen was echt de vraag, wil ik dit wel van John dan? Ja. Wil ik dit leven wel? En toen hebben we echt 2,5 uur, echt heel lang. Toen volgens mij sliep ik half en toen zei het. En toen zijn we eruit gegaan en hebben we 2,5 uur lang midden in de nacht. Ja, dat was eigenlijk echt een verenigde coaching sessie met elkaar. Ja, en dat was ook echt. Het was ook niet eens twijfel, wil ik dit leven wel? Want het was weer, ook weer, gaat het wel lukken? Kan het wel? Dat soort dingen. En dat zijn dan, als je dan samen bent, dat maakt alle verschil. Ja, want als ik toen in mijn hoofd was gebleven en dat gewoon daar had gelaten voor een paar weken of zo, ja, dan was het misschien wel echt geëscaleerd. Was je echt intens ongelukkig. Ja. En ik kreeg dat in mijn hoofd en het was er 2 uur later dus ook alweer uit. Ja. En toen ging we gewoon door. Want de vraag was gewoon, wat ben je dan bang om te missen? En al die dingen, gewoon hele logische vragen. Ja. En toen kwam er eigenlijk uit, ja, ik vind het eigenlijk gewoon geniaal, alleen ik ben bang dat het misschien anders gaat lopen dan ik denk dat het gaat lopen. En, oh ja. En ja, dan daar meteen op door kunnen en dan toch zien van, hé, maar dit is eigenlijk wel wat ik wil, alleen ik moet gewoon wennen. Dat maakt het makkelijker dan als je inderdaad alleen gaat zitten malen. Ja, en je geen input krijgt van iemand anders. Ja, dan heb je bij wijze van de volgende ochtend alweer een vliegticket geboekt om terug naar huis te gaan. Ja. En wat was voor jou het grootste, het moeilijkste dan om te accepteren dat het anders zou lopen? Of waar twijfel je op dat moment het meest aan? Ik weet, ik denk dat ik een beetje bevangen was door een soort angst. Want dan hadden we ook net dat van mijn opa te horen gekregen. En dus had ik in één keer een soort besef dat dat altijd zomaar met iedereen kan gebeuren. Dus ja, je kan niks vooruit plannen. Oh, en dan het online geld verdienen. En toen kwam zeg maar alles gewoon samen. Kunnen we wel genoeg geld verdienen? Ja. Vind ik het wel leuk om steeds naar een ander huis, een andere plek te gaan. Om steeds aan te passen. En dan met mijn opa erbij. Dus dat geheel kwam samen. En dat maakte ik op dat moment heel groot. Totdat we dat eigenlijk door goede vragen te stellen weer helemaal konden afpellen. En, ja, en toen was er eigenlijk dus niks aan de hand. Toen was er echt geen probleem eigenlijk. Nee. Alleen, dat voelde wel zo. Ja.